Hij kan zijn schilderijen nauwelijks kwijt in zijn kleine appartement dat tijdelijk ook dient als atelier. Kunstenaar Joran Baruch werkt hier aan het project. Zij hadden geen idee wat de toekomst hen zou brengen. Kan ik beginnen? Ja. Oké, nou, dit zijn Jo in het midden, Elsje en Fientje de Liemen. 24 portretten van Joodse kinderen in de jaren voor de oorlog. Ik ben dit project begonnen eigenlijk omdat ik met een schilderij van mijn moeder, wat naast me staat, dat heb ik geschilderd. En een fotootje van toen ze 3 jaar oud was, 1936. Eigenlijk niet wetende wat de toekomst haar zou brengen. En toen kwam ik op het idee en dacht ik van, hey, al die kinderen in de oorlog, die hadden helemaal geen idee wat de toekomst hun zou brengen. Ze leefden van dag tot dag en blij of niet blij, of algemeen gewoon. Naïef, innocent, zoals ik het dan ook noem. En dan kwam ik op het idee, ik denk van ja, die kinderen moet ik allemaal een gezicht geven. Deze hebben allemaal de oorlog niet overleefd, helaas. Jochie, zo schattig, en die is niet ouder dan 12 geworden. Een meisje in het midden kreeg ik een verhaal van. Die staat op het Meerwedeplein hier met Anne Frank en nog een vriendin. Dit soort poppetje. Portretten van Joodse kinderen tussen 1930 en 1940. Je doet het aan de hand van foto's. Hè? Waarom Joodse kinderen? Ik ben zelf Joods. Ik ben een onderzoek gaan doen via MyHeritage. En dan kom je erachter dat alles in 1942, 1944 eindigt voor bijna alle familieleden die we hadden. En dat waren er nogal wat. En natuurlijk iedereen, elk oorlogskind heeft zo een verhaal te vertellen, denk ik. Alleen ik wou het een beetje dichter bij mezelf houden, dus Joodse kinderen, ja. Maar kijk, ze staan, twee schattige meisjes bij elkaar gehoord. En het leukste, ze heeft zo'n tasje hier. En dat droegen ze allemaal. Ze hadden allemaal zo'n handtasje. Dat is wel grappig. Baruch is al jaren actief als kunstenaar. Hij schildert portretten, stillevens, maar ook abstract werk. Alles wat hem bezighoudt, komt op het canvas terecht. Maar nooit eerder was zijn Joodse achtergrond zo aanwezig in zijn werk. Kijk, ik heb een naam, Joran Baruch, en dan kom je er niet onderuit dat je Joods bent. Gewoon. Ik word er steeds bewuster van. Mijn moeder is op dit moment 89, zwaar dementerend. De laatste van de familie die dat nog heeft meegemaakt. Ja, ik vind dat ik die mensen die misschien nu nog leven en of die er niet meer zijn, maar de nabestaanden, een portret moet geven. Ik vind het belangrijk dat die mensen niet vergeten worden. Elke Joodse persoon in Nederland heeft een familielid of veel familie die allemaal vermoord zijn op de een of andere manier in de oorlog. Of nou in Auschwitz, Sobibor, ergens anders was. Maar het is wel een constant verhaal. De kinderen op de schilderijen staan nog onbevangen in het leven. Zonder vermoeden van de vreselijke toekomst die hen te wachten staat. Deze twee meisjes zijn Hanna en Ruth Tzadek. Die woonden in West-Duitsland. Waren nichtjes van mijn oma. Nou, die zijn natuurlijk uiteindelijk in Duitsland uiteindelijk opgepakt. Zijn naar Polen gedeporteerd. En uiteindelijk vergast. Vermoord in Auschwitz. Dit zijn Mini Moskou en Freddy, dat is haar neefje, in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Zij was iets ouder, hij was 1 jaar of 5, zij was 1 jaar of 8 daar. En ja, vrolijk buitenspelend nog, denkende dat er dat een toekomst voor hem ligt. En zij heeft het overleefd, hij niet. In mijn moeders geval, die was 9 jaar later, na deze foto, na dit schilderij, wat ik een vrolijke schilderij van heb gemaakt. 9 jaar later, in 1945, kwam ze als weeskind samen met haar zusje die oorlog uit. Ze was toen 12. Doodzielig natuurlijk, weet je wel. En juist omdat het zo zielig is en zo emotioneel mij raakt, wil ik die kinderen een portret geven. En dan wil ik ze er vrolijk en blij in het op het schilderij laten zien en gekleurd. Want dat is een van de redenen waarom ik het doe. Ze zijn altijd zwart-wit, die foto's. Of ze hebben een Davidster op hun kleren geplakt, of ze zitten al in het kamp. Maar dat wil ik niet, want dan zijn ze al zwart-wit in een kamp en niet meer eigenlijk als zo ze zouden moeten zijn.
ik aan het schilderen ben, hè, dan kijk ik en dan komt dat gezichtje steeds beter in beeld. En als schilderende leer ik de persoon kennen, heb ik het idee. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werken tentoongesteld worden. In het Joods Museum of in een andere Joodse instelling. Tot die tijd blijft Baruch schilderen, maar hij heeft wel foto's nodig. Ik ben op zoek naar een portret, een foto, ten voeten uit als het kan, maar het hoeft niet altijd. Van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar oud, tussen 1930 en 1940 in. Dus niet na 1940, want dan begon de misère al, de oorlog. En daar waren ze wel minder gelukkig volgens mij. Ja, je bent echt op zoek naar de onschuld, de naïviteit. Precies hoe je het zegt, absoluut, ja.